En bij mij aan tafel twee gasten. Jan Kok, hij is eindredacteur van Sesamstraat. En René Menschaar. En eigenlijk wil ze hier niet zitten, want ze wil niet herkend worden op straat. Want ze is poppenspeelster en zij is Pino. Welkom, René en Jan. Wat is eigenlijk de magie van Sesamstraat? Jan? Ja, ik denk dat het heel simpel is. Dat het zo leuk mogelijk is en toch ook leerzaam. Dat dat de mensen aanspreekt. Ja, dus de afwisseling... Iets leerzaams is al sowieso niet zo magisch. En Sesamstraat is dat, voor zover ik kleine kinderen ken en hun ouders spreek, is dat wel. Nou, misschien zit het ook de afwisseling van scènes en van animatie en van live action, wat wij dan noemen. En ja, misschien is dat de magie. Nou ja. Het bestaat al 20 jaar nu, maar in de Verenigde Staten en Canada geloof ik bestond het al veel langer, hè? Ja. Hoe lang? In Amerika denk ik is het 27 jaar inmiddels, vanaf 69. En met welk idee is dat ooit opgezet? Ja, dat was in Amerika had je een ander schoolsysteem. Er waren geen kleuterscholen. En de kinderen uit de ghetto's die kwamen dus met een grote leerachterstand op de lagere scholen. En op die manier proberen ze via de televisie die kinderen iets bij te brengen. Dat ze wat beter de lagere scholen... Ja. Nou zou je zeggen, dan komt dat naar Nederland. En is dat hier, was dat 20 jaar geleden hier nou zo functioneel? Al die optelsommetjes en lettertjes en die educatieve dingen erin. Gedeeltelijk wel, want kinderen zijn erin geïnteresseerd. Maar de andere kant, wat de Nederlandse Sesamstraat ging doen, was ook die emotionele kant. Dus scènes maken over bang zijn in het donker en wat voor kleren je aan wilt. Als je ruzie hebt, hoe je het oplost. Die kant werd in het Nederlandse Sesamstraat benadrukt. Is dat overigens veranderd? Ik kan me voorstellen dat er in die afgelopen 20 jaar in de Nederlandse samenleving ook nogal wat veranderd is. Bijvoorbeeld veel kinderen, allochtone kinderen. Is daar Sesamstraat ook weer van een speciaal nut voor? Ja, dat denk ik wel. Al is het alleen al door de verschillende kleuren die we in Sesamstraat hebben. Het feit dat die kinderen ook in het programma allemaal te zien zijn. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. Ja. Nu zit er nog iemand aan tafel. Ik kondig je al aan, René. En jij bent Pino. Ja. Even terug in de tijd. Die grote Pino die zit er al vanaf het begin in. En eigenlijk, hij is de grootste van allemaal. Maar toch is hij eigenlijk het kleinste kind, ja, lijkt wel, hè? Hij is de jongste. Hij is de jongste. Ja. En altijd vragen, hè? Vragen. Ja. We kijken even naar een klein stukje van Pino. Ja. Gaan we naar de kinderboerderij toe? Oh, vind ik wel leuk, hè, Tommy? Ja. Zo, leuke beestjes bekijken. Joepie. Hé! Oeh, Tommy, dat hek gaat heel zwaar. Ja. En dat staat helemaal schuin, moet je kijken. Ja. Dat hebben ze zo gedaan, omdat dan de dieren er niet meer uit kunnen lopen. Oh, wat slim, Tommy. Ja, oh. Probeer het maar eens. Hij valt vanzelf weer dicht. Ja? Even proberen. 1, 2... Ja, je hebt gelijk. Nou. Wat knap ben jij toch. Dit was jij niet. Nee, het is een hele oude. Het pak is ook veranderd. Als je dat zie je ook. Ja, welke kleur heeft hij nu? Hij is nu ook blauw, maar het is wat gestroomlijnd. Het rokje is wat korter. En deze Pino deed overigens de jongen die nu Tommy doet. Dat hoor je. Dat hoor ik, ja. Maar hoe lang zit jij in Pino? 5 jaar. 5 jaar. Ja. En hoe gaat dat nou? Wordt het nagesynchroniseerd of is het jouw stem? Of... Nee, het wordt live action, dan noemen we dat dan. Er zit een microfoontje in mijn pak. Ja? En terwijl ik dus praat, wordt dat dus ook opgenomen, gelijk. En hou je het heel spontaan. Je doet zo, dat is de snavel. Ja, dit is... Ik zou eigenlijk moeten staan. Nou, kan dat? Kan hoor, ja. Dan kun je het zien. Tot hier heb ik poten. Tot daar heb je poten. Ja, en dan heb ik hier een batterijbeeld. Ja. En een monitor en een microfoontje. Daarover een jurk. Met mijn linkerhand in een vleugel. En mijn rechterhand die gaat in de hals en de kop. Ja. En dan is daar ergens dus het hoofd van Pino. Oh, dus je kijkt helemaal niet met je ogen door een gaatje dan? Nee. Op de monitor is dat. Ja. Zeg, en wat is de psychologie van Pino? Wat is zijn functie? Hij is er voor de hele kleintjes. Dus hij moet de emoties van kleine kinderen, dat ze altijd moeten opboksen tegen de grote kinderen, het vragen stellen, de liefste willen zijn voor de volwassenen. Dat is Pino inderdaad. En jij bent begonnen als Tommy? Nee, als... Rechterhandje van Tommy. Het rechterhandje van Tommy. Ja, in Tommy zitten twee mensen. Eén die dan kop en de linkerhand doet. Ja. En dan blijft er altijd één handje wapperen. En dat moet dan iemand anders doen. En dat was jij in het begin? Ja. Je carrière heeft tot nu toe bestaan, behalve dat je daarbuiten natuurlijk gewoon poppenspeelster bent. Maar in Sesamstraat van het rechterhandje van Tommy naar de hele Pino. Ja. Wat wil je later worden? Hetzelfde wat ik nu doe. Wil je altijd Pino blijven? Nee, nou ja, Pino zou ik inderdaad, als dat kan. Maar ja, op een gegeven moment word je ook wat ouder en de jongens staan ook te trappelen. Maar het poppenspelen aan zich voor televisie vind ik heel erg leuk. Goed, we gaan nog even kijken naar een fragmentje van Bert en Ernie en Kermit en het Cookie Monster en Supergrover. Die brengen op een heel Amerikaanse manier informatie over. Bijvoorbeeld door vooral veel te herhalen. Even een paar fragmentjes weer. Ik ga je een van die zakken geven. En welke zou je willen hebben? De zak met 1 koekje of deze zak met veel koekjes erin? Kouabunga! De zak met veel koekjes, Ernie. De vele koekjes, dat had ik wel verwacht. En dit is dus de zak met de vele koekjes. En ik neem dus deze zak met maar 1 koekje. Dankjewel, Ernie, dankjewel. Graag gedaan, hoor. Wacht eens even, Ernie. Die frutseltjes zijn geen koekjes. Jawel, dat zijn kleine koekjes. En ik heb 1 groot koekje. Wat? Jij hebt groot koekje en ik heb kleine koekjes. Ik heb maar kleine koekjes. Ernie, Wim Schippers van de Wetenschapsquiz. Ja. We hebben volgens mij de allerleukste Bert en Ernie van de wereld, hè, qua stemmen. Nou, Paul Hanen en Wim Schippers. Ja. Zeg, die poppen zijn gemaakt door die wereldberoemde Muppet-maker Jim Henson. Hij is dood. Worden er nog wel eens nieuwe poppen gemaakt eigenlijk? Ik geloof zeker dat ze dat doen. En regelmatig komen ze bij ons, terwijl wij ook niet toe zijn aan een nieuwe pop. En? Dus, wat is het antwoord dan? Dat we erover denken. Dat we nog niet weten. Dat, betekent, jullie zijn niet toe aan een nieuwe pop eigenlijk? Er wordt over gediscussieerd. De een vindt dat het programma wel iets nieuws kan gebruiken en de ander denkt... Jij bent eindredacteur, wat vind jij? Ik denk dat we zo nog wel even door kunnen. Ja. Is er nog, je zegt ze komen naar ons toe. Betekent dat ze, namelijk de Amerikanen, nog controle hebben of een beetje voeling hebben met al die dat laatste. Dochtertjes van ze? Ja, controle is een beetje hard uitgedrukt. Maar zij zien elk jaar 10 afleveringen van ons programma. En dan geven ze alleen maar complimenten natuurlijk. Maar stel, we zouden dingen doen waar zij het niet mee eens zijn. Stel, we zouden in het programma politieke uitspraken verwerken. Of dingen die een beetje de neutraliteit van het programma in gevaar brengen. Je mag best een naaldje, dat mag ook. Dan zouden ze wel problemen maken, denk ik. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier met het 20-jarig feest. En ik moet nog even zeggen, vanavond om 20:15 op het derde net... dan kunt u die nog nooit eerder uitgezonden proefuitzending van Sesamstraat zien. En uw kinderen lekker niet.